Hoi, ik ben Bashir Moussa. Ik ben 10 jaar oud en ik woon in een vluchtelingenkamp. Hier woon ik samen met Ali Salem, Fatma, Ruta, Zara, Alien, Embarka en Mahfoud, Ahmed Salem en Gaidouma. In totaal zijn we met z'n 10. Mijn vader is overleden. Mijn volk, de Saharanen, woont al meer dan 40 jaar in een vluchtelingenkamp in deze woestijn. Mijn ouders en de andere Saharanen vluchten lang geleden voor de oorlog in de westelijke Sahara. Ik heb ons vaderland nog nooit gezien. Het ligt in zee en is veel groener en mooier dan het vluchtelingenkamp waar we nu wonen. Er zijn er steden en wegen. Het is er lang niet zo heet als hier en er is genoeg water voor iedereen. Wij hebben naast ons huis een waterput. Die delen we met mijn oom, tante, neefjes en nichtjes. Met dat water kunnen we ons wassen. Je hijst het water omhoog, giet het in een emmer en neemt het mee naar de binnenplaats. Daar giet je het weer in een waterkan die je makkelijk op kan tillen om je te wassen. Wij wassen ons elke ochtend met dit water en gebruiken het ook om onze tanden mee te poetsen. Water uit de put te drinken. Zij eten een soort van pap van ons oude voedsel en van karton. Daar gieten we water bij en dan geven we het aan ze. De geiten vinden het niet erg om dat zoute water te drinken. Wij kunnen dit water niet drinken, want het is niet gezuiverd. Als je het wel zou drinken, word je ziek. We koken er ook niet mee, daarvoor is het water te zout. Grondwater wordt in speciale gebouwen gezuiverd tot drinkwater. 1 keer per week komen hulporganisaties met grote vrachtwagens ons kamp binnenrijden. Die zitten vol met watertanks met drinkwater erin. Deze worden aan alle families uitgedeeld en daar moeten we een week van drinken. In de herfst en winter kunnen we zoveel drinken als we willen. Maar in de lente en zomer, als het heel heet is, komt de druk 1 keer in de 2 weken en moeten we zuinig zijn met het drinkwater.